Dat is ook mijn tekortkoming, omdat ik ook alle arbitrale beslissingen door het hele jaar heel goed kan onthouden. Ja, ja. Ik denk combinatie van. Ik heb na de wedstrijd tegen de jongens gezegd van, misschien is het ergens ook goed dat het vandaag niet 4, 5, 6 goals verschil wordt. Want dan zouden de kritieken waarschijnlijk, dat is na Lazio, weer ongelooflijk lovend zijn. En 4 dagen later waren we toen niet in staat om ons goed te presenteren bij Twente. Dus nu zal er ongetwijfeld, ondanks dat het spel nog steeds hetzelfde is, maar de kritieken minder lovend zijn. En zullen we dan hopelijk ook met minder arrogantie dinsdag op het veld staan dan dat we in Enschede stonden. Ah, ik vind arrogantie niet het goede woord trouwens, maar met minder zelfvertrouwen. Maar als een speler gewoon een bal die niet naar zijn medespeler kan spelen en die in de voeten van de tegenstander schuift, waardoor het daar 2 tegen 1 wordt. Ja, volgens mij kun je daar geen restverdediging tegen aanbouwen. En dat hoort ook, hoe vervelend ook, wel bij voetbal. Dat spelers ook wel eens een keer een bal niet goed spelen. Dan is het wel heel vervelend dat het gelijk tot een goal en tot een kans en tot een goal leidt. De tweede, ja, ik zag zelf aan het moment dat David hem wegschoot. Dus ik denk, hoe kan die bal daar in één keer geweest zijn? Want ik draaide me net om. En dan ligt hij ook gelijk binnen. Ja, dat is niet in restverdediging neer te zetten wat mij betreft. En dat zijn gewoon 2 ongelofelijke tegengoals. Dat vind ik vooral voor de verdediging vervelend. Want ze hebben heel goed verdedigd vandaag. Want we hebben eigenlijk geen kans weggegeven. We houden dus 2 hele stomme opbouwmomenten. Maar we zullen altijd blijven opbouwen. Want jij wil ook gewoon naar leuk voetbal zitten kijken. Ja. Hartman zat hij net op, hij zei dat die overlap, hè, dat nog niet helemaal vlekkeloos gaat met Ivanisek. Hoe kijk je daar naar? Nee, maar ik denk dat het niet zo gek is als je nog heel amper een wedstrijd met elkaar gespeeld hebt, dat die afstemming tussen jullie beiden nog weer beter kan. Ik denk dat het wel de eerste of de tweede wedstrijd was, want we scoorden uit eentje. Want ik zei net, ik heb het geanalyseerd en dat heb ik. Ik denk dat Kelvin er bij de tweede bal binnen tikte, was Coët thuis, denk ik. Hè? Denk ik wel. Toen ging Kulinski eroverheen, gaf Ivanušec hem heel goed mee. Zeg je? Klopt dat? Nee. Oh, ja, nee, ik hoor je weer al. Dat is ook wel. Dat is ook mijn tekortkoming, omdat ik ook alle arbitrale beslissingen door het hele jaar heel goed kan onthouden. En dan vind ik altijd wel weer een manier van waarom toen wel en toen niet. Maar dus toen liep de overlap uitstekend. Maar het is natuurlijk logisch dat ze amper nog trainingstijd met elkaar hadden. Nou, amper. Nog niet al te veel trainingstijd met elkaar door de blessure van Luca. Ja. En ook nog niet zo heel veel samen gespeeld hebben. Dus dat samenspel nog veel beter kan. Dat is helder. En dat geldt natuurlijk voor de rechterkant ook wel een beetje. Want de ene keer is het Nieuwkoop. De andere keer is het Geertruida. En op rechtsbuiten is het ook mede door blessures ook nog wel eens anders ingevuld.